Welkom terug bij een nieuwe video. Het heeft even geduurd, maar ik zat midden in verbouwingen rondom mij heen. Dus het was echt niet te doen om op te nemen. Daardoor kon ik wel nog even de video's die ik al had liggen even editen. Dus er komen veel video's aan en mocht jij die willen zien, vergeet dan niet te abonneren. En dan gaan wij nu naar de primetime. Halloween zit eraan te komen en ik dacht, welke film zou ik nou aanraden als Halloween film? Nou heb ik al heel wat films natuurlijk op dit kanaal staan. Eigenlijk per ongeluk kwam ik een keertje Fair Street tegen en ik dacht, het zijn drie verschillende films. Dat is lekker, want met Halloween wil je misschien op zo'n avond lekker doorkijken met vrienden, familie, noem zo maar op. En ik dacht, laat ik ze alle drie checken en in één review stoppen en kijken of het aan te raden is. Maar voordat we daarover doorgaan, hier een trailer. There was a time when things were good on Shady Side. Shady Side! Shady Side! But now, that's all gone. Oh man, I turn the world around with the skeleton hand, yeah. Hello? Still alive. Who is this? It's happening again. Tonight is Sunnyvale versus Shadyside. Red versus blue, good versus evil. We commencicate color! Are you okay? That was 1978, 5,937 days ago. Shadyside, a history of horror has earned it the nickname Killer Capital USA. What's happening to us? These massacres happen in Shadyside over and over. You were the only person who survived. How do we end this? You have to go back to where it all started. 1666. The devil has come. To feast on our misdeeds. If they want a witch. Witches! Witches! I will curse this tome. Forever. It's been 3 centuries. It stops here. It stops with us. Who the hell was that? How should I know? She was hot! The bitch seemed normal. Amazing observation. Your best chance is to run from this place. Go, go, go! In Shadyside, we're all cursed. The devil is in me. Any tips for fighting these things? Try not to die. Welcome to the suck. Come back from that, mother... Fair Street is een film uit 2021, dus nog niet zo heel lang, en is te vinden op Netflix. Het bestaat uit 3 delen, maar eigenlijk het laatste deel is 2 in 1. Het is een beetje gek gedaan. Ineens halverwege de film dat je denkt, het is nog lang niet afgelopen, is het ineens deel 2. En dat was bij die andere films niet. Daarom zat ik heel even van, hoe kan ik dit rijmen? Maar goed. Het keek lekker weg. 1 ding viel me direct al op en dat zag ik al bij de trailer. Ze hebben wat kindersterretjes of grote sterren van bijvoorbeeld een Prime, een Netflix, hebben ze in deze film gestopt en een leuke rol verwerkt. Bijvoorbeeld uit de serie Panic, die ik hier ook op dit YouTube kanaal heb besproken. Daar is iemand vandaan, maar ook bijvoorbeeld van Stranger Things zijn een paar mensen vandaan. En zo heeft het een beetje overlappende functies en ik persoonlijk vind dat heel leuk als ik oude bekenden in een nieuwe film tegenkom die ook nog eens goed werkt. Het tweede wat ik leuk vond aan deze film is dat de film niet vanzelfsprekend is. Ik kan 1 voorbeeld opnoemen. Normaal bijvoorbeeld als iemand half dood ligt te gaan, dan denk je oké, die gaat nu gered worden. Maar ja, hier in deze film, nee hoor, boom! Vol door een machine waar je brood mee snijdt. Ja, dat soort dingen, ik vond het wel lekker, want normaal met horrorfilms is het heel voorspelbaar. Vallen ze terug in oude dingen,
Willen ze bepaalde dingen terugkomen? Nou, ze kwam wel iemand met een screenmasker. Ja, het was gewoon leuk om naar te kijken af en toe. Het was niet altijd even best. De moorden waren altijd niet even best. En ik moet zeggen, ik kon ook achteraf helemaal niet denken dat ik dacht... Yes, ik had het goed. Want ik zat er compleet naast waar uiteindelijk dit verhaal naartoe ging. Het verhaal zelf speelt zich af in drie verschillende tijden. Het speelt zich af in 1994, 1987 en 1666. Ik moet zeggen, de eerste film speelt zich gewoon af in de hedense tijd. Dus dat, ja, daar kom je heel makkelijk in. Maar daarna ga je steeds meer terug naar de tijd. Want het gaat over een vloek en een heks. En hoe dat nou precies tot stand komt. En dan bouwt het op een gegeven moment het hele verhaal om. En dan wordt het ook omgebouwd. Het laatste deel en het middelste deel komen een beetje overlappend over. Het eerste en het tweede deel komen ook overlappend over, maar wat minder zeer. En hoe bedoel ik dat? Nou, het laatste deel dat eindigt echt in het hele verleden, dus in 1666. Daar speelt die hekserij zich af en iemand wordt verdacht van hekserij vanwege dat ze bijvoorbeeld lesbisch is. Die is er een beetje ingeluisterd natuurlijk, maar er komt wel een hele vloek omheen. En daar ga je dus in die andere films ga je de gevolgen van zien. En uiteindelijk in het laatste deel ga je dus het hele verhaal een beetje rondkrijgen. Hoe is de vloek tot stand gekomen? Hoe kan je het oplossen? Of misschien niet. En wat zijn de gevolgen geweest? En een perfecte Halloween film, want al zeg ik het zelf, je hebt 5 uur en 31 uur om alle drie delen helemaal in zijn geheel te kijken. Het laatste deel vond ik wel echt een losstaande deel. Je was ineens in het verleden tijd en het rare was de personages van deel 1 en 2, die kwamen dan terug in het derde deel en die speelden de mensen die hun leven nu eigenlijk beïnvloedt. Ze waren het natuurlijk niet echt, het waren eigenlijk andere mensen, maar ze hadden gewoon wel die acteurs er neergezet. Maar het had ook wel weer logisch omdat zij het leven weer herging beleven en daardoor wist hoe en wat. Maar ik had denk ik toch persoonlijk nog wat extra acteurs daar neergezet. Je moet een beetje tegen bloed kunnen, want ze laten wel heel veel zien. Dus of het voor alle leeftijden is, dat durf ik niet te zeggen. Wel kan ik al één ding meegeven. De films worden een beetje gereed tussen een 6.2 en een 6.7. Ik vond het niet al te beste films. Maar ik vond het wel leuk genoeg. En ook lekker dat je gewoon 5,5 uur door kon kijken. Nou heb ik het niet in één geheel gekeken. Maar met Halloween kan ik dat zeker aanraden. Nou zijn er natuurlijk nog heel veel films. Dus mocht jij een andere Halloween film meer aanraden. Laat het ook zeker weten. Dan hebben mensen er misschien ook wat aan. Ik vind dat ze het leuk hebben gemaakt. Leuk op elkaar hebben aangesloten. En je ziet ook echt dat de film soort van ontwikkelen. Maar zoals ik al vaker heb gezegd. Halloween is ook een beetje voor slechte films. Als je de films Halloween zelf kijkt, dan denk je ook af en toe, waar ben ik aan begonnen? Wat zijn dit de kutfilms? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En die review staat hier ook online. Gewoon lekker zelf kijken. En dan zie ik jou hopelijk bij een volgende video. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is, ciao, tot kijk. En de was is ook gelijk klaar.